Welkom bij Sean McNeish voetbalquiz. Hallo, we zijn hier aangekomen bij Scoot Ippenburg. En we gaan hier de Sean McNeish WK Special Quiz opnemen. We hebben hele leuke gasten en leuke prijzen. Niemand minder dan onze eigen DJ Matsumatsu. Hij heeft een keer in de quiz gezeten. Maar het zijn nu de sidekicks die tegen elkaar gaan strijden. Dat leg ik binnen ook nog een keer uit. Maar dat komt helemaal goed. Dus hele leuke mensen hier. We gaan even een broodje eten nu. En alles zit erbij. En ik zou zeggen, hele mooie prijzen. Let op, de prijzen komen er zo aan. Oké, we zijn nu bij Scoot Ippenburg aangekomen. Bij twee hele leuke dames hier van Scoot Ippenburg. Dat is natuurlijk Mira. Die ken ik al heel lang. En Romy, de schoondochter. Van harte welkom bij Sean McNeish voetbalquiz, WK special. Vertel eens wat over Scoot Ippenburg alsjeblieft. Over het bedrijf, zeg maar. We zitten in Ippenburg. En we verkopen scooters, maar dat is logisch. Eigenlijk van alle merken. En we hebben ook reparatie. Schades doen we heel veel. Haal- en brengservice doen we. Special scooters maken. Dus eigenlijk zoals je het zelf wil ontwerpen, dat maken wij. Okay, dus als ik zeg van, ik weet het natuurlijk zelf, toen met die clip, met de ADO-zadel, dat hebben jullie toen ook helemaal gedaan. Dat is helemaal top natuurlijk, dat kun je terugzien op YouTube in de clip. Ja, gewoon helemaal die scooter aangepast in het groen-geel met zo'n mooie zadel. En als iemand zegt, maar bij wijze van spreken, ik ben gek op varkentjes, ik laat een leuk varkentje op mijn zadel maken, weet je. Ja, ik geef maar een voorbeeld. Dus alles is mogelijk. Ja, klopt. Alles kan. Dus de kleur, het zadel, dat maakt eigenlijk niet uit. Je kan ze gek niet verzinnen, maar het kan. Okay. Ook de kleur van de scooter bijpassend? Ja. Het is natuurlijk met dit weer natuurlijk super. Want ik rijd nu de auto in Den Haag. Het is een drama. Maar ik zie al die scootertjes lekker voorbij rijden met het mooie weer. Dus. Ja, inderdaad. Met dit weer is het geweldig. Want je hebt nergens geen parkeergeld. En het is het woon-werkverkeer wat heel veel gaat gebeuren nu. Mensen doen de tweede auto weg, nemen er een scooter voor in de plaats. En die zijn er helemaal gelukkig mee. Ja, nou ja, begrijp ik. Romy, de schoondochter. Ja. Leuke dame. Jij zit ook in het bedrijf, een beetje familiebedrijf geworden. Ja, pas sinds kort. Ik vind het wel heel erg leuk. Ik help haar een beetje. En het is de bedoeling dat zij straks wat minder kan werken en dat ik dan... Nog minder? Nog minder. Nee. Gewoon een beetje helpen waar het kan. Ja, dames en heren, hier zitten we met de sidekick, onze Matsumatsu. Hoe is het? Al te goed. Al te goed? Ja, heel goed. Ja, is het goed. Maar is het goed? Ja, is het goed. Oké. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Heb je een beetje verstand van de WK's? Ja, ik heb vroeger ook twee keer aan het WK meegedaan, toen ik nog profvoetballer was. Dus ik heb er wel wat verstand van, ja. Oké, maar we gaan wel terug in de tijd, hè? Ja, terug in de tijd. Ik zal even de kijkers uitleggen hoe het werkt. We gaan de sidekicks tegen elkaar laten strijden. Eind van het jaar zien we wie er gewonnen heeft. Rijn is begonnen. En nou Matsumatsu. Ik ga winnen. Ga jij winnen? Ik ga voor die cups. Hij gaat voor de cups. Ja, deze cups. Ik heb er al twee. Hij heeft al twee cups. Ik heb nu voor de derde. Zullen we dat shirtje gewoon weggeven? Het shirtje mag... die gaan we weggeven. Gedragen door Matsumatsu? Gedragen door mij. Lekker stinkend naar zweet. Niemand iets voor jullie. Oké, nou dan weten jullie dat. Alvast één prijs. Er komen straks nog wat prijzen aan. Maar dat komt op een hele speciale manier in deze quiz. Dat is een verrassing. Nou, we gaan beginnen met de vragen. Ik ga... Ik ben er klaar voor. Ja. Ik ben er klaar voor. Hij is er klaar voor. Nou, wij ook. Dus daar gaan we. Oké, dames en heren. Dan komt hij dan. Vraag 1. Welk land haalde de meeste WK-titels, Joey? Is dat A, Nederland, B, Argentinië, C, Brazilië of D, Spanje? Ik denk Brazilië. En nu vraag 2. Hoe heet de oudste speler die ooit op een WK heeft meegedaan? A. Pieter Shilton. B. Roger Mila. C. Hans van Breukelen. Of D. Pelé? Moet ik ze nog een opnoemen? Ik denk Hans van Breukelen. Hans van Breukelen. Gokkie hoor. Is dat een gokkie? Dit is een gokkie. Oké. Vraag 3. Nederland speelde 3 WK-finales, maar won nooit een WK. In welk jaar verloor Nederland niet na een verlenging? Is dat A, 1978, B, 1990, C, 2010 of D, 1974? Als je zegt, van, nou, haal ze nog een keer, dan wil ik dat gewoon doen, hoor, voor je. Ja, tegen Spanje was volgens mij ook geen herhaling, toch? Of wel? Het is niet na een verlenging, hè? Niet na een verlenging, ja. Spanje was geen verlenging. Het zijn datums, hè? Dus, dat is 2010. Ik ga over 2010.
2010. Genoteerd. Vraag, joh. Ja, moet je bij je LN wezen. Die maakt ze. Dat is toch makkelijk? Ja. Toch? En natuurlijk vraag 4. Welk land won de eerste wereldbeker? Is dat A, Engeland, B, Uruguay, C, Japan of D, Brazilië? En bij een stinkertje. De eerste wereldbeker. Dat is een instinker. Nee, ik zou denken, omdat Brazilië de meeste heeft gewonnen, zou ik Brazilië kiezen. En Brazilianen stinken en het is een instinker. Maar ik ga voor Engeland. Hij gaat voor Engeland. En vraag 5. Boe! Joey! Ja! Ben je klaar voor? Ja! Hier kun je punten mee winnen. Ja, hoeveel punten kan ik winnen? Hoeveel keer? Hoeveel koppen? Oké. Okay, elke dat... kop is een punt. Elke kop is een punt. Zeg jij 1, ik 1, 2. Nou, dan zo door. Maar dan moet jij... Als ik verkeerd, doe mijn best. Als het verkeerd gaat, dan ligt het aan jou. Nu al. Hoeveel kansen krijg je? En 3. 3 kansen. Oké, ik ga voor de 20. 20? Of 10. Oké, nou ja. We gaan het zien, mensen thuis. Zo, Joey, denk jij? Kampioen, niemand gaat redden. Kampioenen! Ik denk, wat hadden we? 50? 52? Ja, ik weet niet, maar wel. 10, 10. 10, 10? 10, 10. Ja, maar ik ben graag, zijn we er ook bij. Hij, nou, dat is best wel moeilijk, hè? Nee, ja, makkie. Alleen jij maakt steeds die fouten. Ja, ik weer, hè? Als ik het gewoon met een prof had gedaan, ja, dan hadden we er makkelijk de 100 gehaald. Ja, in ieder geval, thuis kun je meetellen, dat het eerlijk gaat. In ieder geval 9 of 10 was het ongeveer. Ja, hè? Zoiets. Ja. Toppie. Hey Joey, heb jij even een kijkersvraag? Ik heb een kijkersvraag voor jullie. En dat is, in welk land speelt het WK van 2018 zich af? Weet u het? Mail dan het antwoord naar... info@johnmetley.nl. Ja, dames en heren, zo ziet u, de prijzen worden gebracht door Good Move Productions. Kijk je wie erin zit. Wie zit erin? Mijn platenbaas zit erin, niet te geloven. Joey! Hey, alles goed, John? Ja, met jou ook? Ja, zeker. Ik hoor dat jij een mooie prijs hebt. Ja, ik heb 2 kaartjes staartplaatsen voor de Haagse Toppers in de uit of 28 juni. Ja, mooie prijzen en dat shirt van Matsu Matsu. En ik doe de nieuwe single van mij bij. Van ons bij eigenlijk. Ja, hè? Beter kan het toch niet zijn? Nee, dus... Voor mij, dat is Dr. J Melody natuurlijk. Hè? Dr. J Melody, die zien we straks in de clip, ja, hè? Zien we straks. Is goed. Nou jongens, hele leuke prijzen, mooie prijzen. En we zien jullie 28 juni bij de Haagse Toppers. En wel heel goed antwoord invullen. info@johnmetley.nl. See you. En terug van de limo. Alle mooie prijzen, Joey. Hartstikke bedankt, ja. Ja, jij bedankt. Was gezellig, toch? Ja, was kort, hè? We gaan knallen. We gaan die cup winnen. Maar je hebt straks weer een afspraak bij SBS, hoorde ik. Ja, ik moet elke dag weer gekke dingen doen. Dan weer muziek, dan weer een studio, dan weer dat. En nou heb ik een afspraakje met tv-mensen. Nou weer in het oranje. En nou weer in het oranje. Ik ben voor alle markten thuis. Over een paar maandjes weer het groen en het geel. Groen en geel, dat sowieso... Dan zie ik je daar alweer. Ja, dan gaan we een feestje maken. Ja, top. Nou, in ieder geval, jongens, hele mooie prijsje. 2 kaarten Haagse Toppers vanuit de limo, heb je gezien. Een mooi shirt gedragen door Matsu. Er zit nog een beetje zweetplekjes in. Dat is voor de dames helemaal lekker natuurlijk. En mijn nieuwe single ga ik erbij doen. Dat is een heel pakket prijsje. Dus ik zou zeggen, mensen, geef je antwoord naar info@johnmetley.nl. En dan zie ik de antwoorden. En dan komt het helemaal goed, hè? Yes. See you. Joe. Mazzel. Laat lukken.